Minecraft. Beste mensen, welkom bij een nieuwe Unava Tour hier op NL Game Minecraft. Wat heeft het lang geduurd voordat er weer een video kwam? My god, en niet alleen een Unava Tour, maar ook gewoon video's in het algemeen. Ik ben echt best wel inactief geweest de afgelopen tijd. Ik was natuurlijk eerst in Thailand. Daar heb ik nog geprobeerd te streamen en noem het maar op. Maar ja, dat ging wel redelijk. Maar het internet was gewoon een beetje kut. Ik kon daar geen roleplay streams doen. Want het was super gehoorig daar. En dan werden de buren boos. Dus ik werd een beetje er inactief van. En ik was ook op zoek, nu toen ik weer in Nederland was, naar een bijbaan. Ik wil namelijk echt nogal gaan sparen voor op een gegeven moment bijvoorbeeld over een jaar of anderhalf jaar weer een opleiding te gaan doen. En dan moet je natuurlijk ook gewoon op jezelf gaan wonen en dat soort shit. Dus dat kost gewoon heel veel geld. Dus daarom was ik even de afgelopen tijd op zoek naar een bijbaan. Want ja, YouTube, ja, dat zou je dan echt 2 video's per dag moeten doen. En continu moeten knallen als je daar echt veel geld mee wilt kunnen verdienen natuurlijk. Ja, en dat haalt voor mij een beetje de fun weg. Dus voor mij was het gewoon zo van, ik wil eerst gewoon een bijbaantje vinden. Om gewoon lekker geld te sparen. En dan doe ik gewoon YouTube erbij voor de fun. Want daar draait het natuurlijk om. Ik heb op zondag en maandag heb ik tegenwoordig weekend. Dus dat is dus eigenlijk gewoon, dat zijn de dagen waar ik voornamelijk me bezig ga houden met YouTube. Zullen wel wat minder upload worden dus dan voorheen. Sorry daarvoor jongens, maar ik ga alsnog gewoon mijn best doen. Ik ga weer met Kingdom Storyline beginnen, ook als David er weer begint. Dus dat gaat allemaal goed komen. En zo ook vandaag dus een nieuwe Unava Tour. Even weer oldschool kijken wat er allemaal veranderd is. Ik ben wel voor de duidelijkheid op de bouwserver op dit moment. Dit wordt binnenkort ook gewoon op de echte Kingdom server gebouwd. Maar ik kan het hier dus alvast even laten zien. Anders moet ik weer een paar maanden wachten voordat het helemaal af is. Ja, het wordt natuurlijk een survival gebouwd, dus dat duurt gewoon even. Nou, anyway, ik ben hier in Zuid-Miria. En jullie kunnen dat nog wel herinneren van natuurlijk Rafasha. Rafasha, die had daar ooit draak of zo. Was het een drakenskelet? Had hij daar ooit gevonden in Zuid-Miria. Bloedmagie, bla bla bla. En toen is hier dus ook uiteindelijk later begonnen met de bouw van Lone Town. Lone Town. Ja, dat is de afgelopen tijd volgens mij door 3 personen voornamelijk gedaan. Guido, Max en Dave. Misschien vergeet ik iemand, maar dat zal ik dan de volgende keer zeggen. Maar die zijn hier heel erg druk mee bezig geweest de afgelopen tijd. Lone Town dus. En het is dus eigenlijk een stad dat gebouwd is, of een dorpje of stad, in het water. En dat is best wel origineel voor Unava. Dat hebben we eigenlijk volgens mij nog niet echt gehad. Dit is eigenlijk gewoon een beetje het gebied. Zo ziet het eruit. Oh, was even een lag spike. Lekker groen, lekker groen. En dan heb je hier dus eigenlijk gewoon de poort. Hier begint het, eigenlijk de brug. En dan kom je hier aanlopen. En ik ga wel even mijn geluid aanzetten. Dat is wel zo nice. Dat je me ook wel tenminste hoort lopen. Ja, dat hoort er toch bij. Dan ga je hier dus in. En dan zie je meteen al de vlag. Hupsakee. En dan loop je en dan zie je wel al dat het allemaal wat ouder is, hè jongens. Je ziet hier bijvoorbeeld gelijk al spinnenwebben. Je ziet hier gewoon wat dingen die kapot zijn, bla bla bla. Dan kijk je hier naar rechts en dan zie je wel gewoon echt wel een mooi uitzicht gewoon op het gebied. En ja, het lijkt me wel chill wonen hoor aan de ene kant. Hey, we zien ook een boot. Moet je eens kijken jongens. Een boot, een Lone Town boot. Wat een prachtige boot. Ja, ik denk dat hier ook voornamelijk heel veel vissers zitten, jongens. Ik denk dat daar het meeste geld natuurlijk mee verdiend wordt. Het is een dorpje op het water, dus er wordt ontzettend veel gebruik gemaakt van boten. De visserij is hier echt heel erg belangrijk. En ja, je moet natuurlijk ook niet vergeten, Unava heeft echt ook een Jenavaanse vloot. En niet alleen voor oorlog, maar ook gewoon echt voor handel. Dus dit gaat ook gewoon vanuit hier verscheept worden naar allemaal andere delen in Miria. En misschien ook wel naar Oud-Unava. Dat gaat dus allemaal op die manier. Er wordt ook gehandeld tussen allemaal districten in Unava. Niet alleen met andere landen. Nou, sterker nog, eigenlijk met andere landen wordt er amper gehandeld met Unava. Want Unava heeft natuurlijk met iedereen bijna oorlog. Maar ja, er wordt wel veel gehandeld tussen provincies dus in Unava. En ja, dit is dus ook zo'n belangrijke vissersoord. Want hier zitten nog heel veel vissen. Ja, in Vistara proberen ze ook nog wat mee te verdienen met vissen. Maar ja, daar is het tegenwoordig zo koud. En de vissen die gaan daar van ellende weg. Oké, je ziet hier allemaal details. Moet je eens kijken. Je ziet hier dan, volgens mij, ik weet niet wat het zijn, maar er wordt hier keihard gewerkt. Dat kun je wel zien. Even kijken. Wauw, dit ziet er wel echt heel tof uit. Ik moet ook zeggen, eerlijk jongens, ik ben hier nog nooit geweest. Ik heb het dus alleen van de voorkant gezien, zoals net. Ik ben er ook nog nooit geweest. Dus het is ook voor mij mijn allereerste indruk.
Dus ik weet ook nog niet exact wat zich hier allemaal afspeelt. Maar we gaan het zo goed mogelijk proberen te bekijken. Ja, dit vind ik dan wel al heel erg vet hoor, jongens. Moet je eens kijken. Er wordt hier dus keihard gewerkt. Dat zie je hier sowieso. Want er liggen hier weer hout en zo. En het wordt hier met touwen wordt het vastgeknoopt aan elkaar. En we zien hier, en dat vind ik echt super mooi en sfeervol. Gewoon dat in heel dit stadje, gewoon als het goed is, er allemaal grachten dus doorheen zijn. Want ja, het ligt op het water. En ja, er is dus ook nog gewoon water tussen die wegen. Echt fucking vet. Ja, dit is trouwens, voor de duidelijkheid, geïnspireerd op... Ik weet niet of jullie die film gezien hebben, maar The Hobbit, dat is natuurlijk van The Lord of the Rings. The Hobbit heb je Lake Town. Ik weet niet of jullie die film gezien hebben. Laat het even weten in de comment. Maar hier is het op, daar is het dus op geïnspireerd. Kijk, we gaan het even vanaf boven bekijken, want anders is het een beetje onduidelijk natuurlijk. En dan heb je hier dus allemaal grachtjes, allemaal huizen waar mensen keihard aan het werk zijn, maar ook gewoon wonen. En dan zou je waarschijnlijk ook ergens een burgemeester hebben wonen. Dus even kijken. Oh my god, ja, het is wel echt heel dope hoor. Zullen we straks ook even bekijken als het donker is. Maar het is dus echt helemaal volgebouwd. En dan, ja, hier tussen allemaal water. Echt fucking vet. Heel veel details zitten erin. Dit gaat echt wel tijd kosten om het helemaal op de Kingdom server te bouwen. Maar kijk deze gebouwen, jongens. Eerlijk, wat een vet uitzicht heb je dan. Kijk, hier zijn ze natuurlijk bezig met bouwen. Dat wordt op een gegeven moment weggehaald. Dat wordt natuurlijk niet zo op de Kingdom server gezet. Maar moet je eens kijken. Dit is ook zo'n schattig huisje. Ik vind het gewoon bijna schattig gewoon. Met dat paars en zo wat erop zit. Echt heel cool. Laten we even naar binnen gaan kijken. Ook alles is ingericht. Heel, heel dope. Wordt hier gewoon echt wat vuur gestookt als een malle. Gaan we hier naar boven? Gaan we naar boven, jongen. Ik ga hier even kijken. Wauw. Ja, het uitzicht is hier wel echt fantastisch, hoor. Moet je eens kijken. Lonetown. Het is ook fucking groot, eigenlijk. Hè? Het is echt best wel groot. Oké. We gaan hier even naartoe. Dan gaan we gewoon even lopen. Dan gaan we gewoon even lopen. Hupsakee. Oh. Shit. Niet lopen in Lonetown dus. Jongen. Het werkt niet. Oh mijn god, overal gaten inderdaad. Ja, dat zie je dus wel. Het is echt, er wordt heel veel gewerkt. Er wordt heel veel gelopen door mensen. Dus dingen zijn ook kapot soms. Nou ja, dan gaan we hier doorheen. En dan zien we hier allemaal wit. Witte shit. Het is waarschijnlijk zout of zo. En, ja, zout wat ook gewonnen wordt natuurlijk uit de zee. Ah, dope jongens. Ik vind het echt fucking vet. Laten we even vanaf boven de boel... Wow! Hier is ook een heel pleintje. Moet je kijken, dit is wat breder. En we zien hier een kar. Dat vind ik altijd super vet. Een kar. En die wordt natuurlijk... ja, als ze die gebruiken, dan moeten ze... Ze kunnen eigenlijk alleen van dit dorp af... Als ze natuurlijk die brug nemen waar we ook het dorp mee ingingen. Want ja, er is geen andere uitweg. Anders zou je een huifkar moeten maken met... ja, die kan varen of zo. Maar dat zal ook wel niet werken. Moet eens kijken. Allemaal plekjes hier waar dingen verkocht worden. Heel erg dope. En ik heb er ook vooral zin in om dit ook in storyline te gaan behandelen. Ik ben heel erg benieuwd naar wat zich allemaal afspeelt hier. Dit ziet er een beetje eng uit, jongens. Ik weet niet wat ze ermee doen. Of hier vis ingegooid wordt. Maar het zou ook wel zomaar mensen kunnen zijn. Die hier in die kooi gezet worden. En dan heb je natuurlijk hier het water eronder. En oh, misschien doen ze dat wel inderdaad. Een soort van... Holy shit, dit ding is natuurlijk super zwaar. Dus als je er iemand inzet die wat verkeerd heeft gedaan... Dan laat je hem eerst hier een paar dagen inzitten. Dan laat je dit ding vallen. Dan valt het hier naar beneden... In het water. En dan zink je natuurlijk. En dan verdrink je uiteindelijk. Want ja, dat ding is zwaar. Dat drijft niet. Oh my god. Waarom kan je in Ava nou nooit iets hebben? Een dorpje hebben. Wat alleen maar om vrede draait. Het moet altijd wel wat zijn. Met de dood. Met een verschrikkelijke dood. Oh, kijk dan jongens. We zien hier ook gewoon in dit water. Een bootje. Ja, dat ze ontzettend vaak gebruiken natuurlijk. Om van de ene kant naar de andere kant te komen. Dat is natuurlijk echt het handigst. Wauw. Ja, dit doet me echt denken inderdaad aan Lake Town van Lord of the Rings. Moet je eens kijken dan, jongens. Dope. Dit is een soort van het marktje, denk ik. Ja, dit is het marktje. Ik denk dat hier voornamelijk veel, wordt verkocht. En ik denk dat we hier... Is dit vlees of zo? Ja, dat zal wel vis of vlees zijn inderdaad. Dat hier is opgehangen. En dat kun je dus hier allemaal kopen op de markt. Op de markt. Moet je eens kieken op de markt. Fantastisch, toch? Ja, dat ziet er echt heel sfeervol uit. Met al die grote gebouwen eromheen. Heel, heel erg cool. Ja, ik heb er super veel zin in om dit in storyline te gaan behandelen. What the fuck? Een walvis of zo? Het is gewoon een walvis dat ze hier mee hebben genomen.
Oh my god, dat is echt wel cool. Wat is dit voor een boot dan ook? Oh ja, een soort van aanlegpunt hier in het water. Heel, heel sick. Ja, ik denk dat hier dus heel veel vis vandaan komt, jongens. Want zoals ik al zei, in Vistara valt het dus allemaal wel mee. Daar proberen ze wel... Ja, eigenlijk, Vistara is tegenwoordig... Dat was vroeger, kwam er heel veel vis vandaan. Tegenwoordig, ja, gaan ze daar meer vissen om hunzelf te onderhouden. Om dus zelf van eten te komen. Want ze hebben natuurlijk het geld voor, vaak niet om, om eten te kopen. Maar hier komt dus sowieso veel vis vandaan. En dat wordt verscheept naar heel Myria. Wauw. Heel, heel, heel dope. Ja... Dit kan echt heel erg vet gaan worden ook in Storyline. Laat het even weten, jongens. Wat zouden jullie willen zien wat hier in Storyline gebeurt? Hier in Lone Town. Zullen we het ook even gaan bekijken in de nacht? / night? Wauw. Oké, dit is echt heel cool. Moet je eens kijken. Wow. Oké, dit is wel echt heel dope, hè, jongens. What the fuck? Oké, we moeten het wel even sun maken, want nu regent het. Dat maakt het nog deprimerender. Maar dit is vet, hoor. Al die lichtjes als je hier s'avonds... overheen loopt en je ziet hier gewoon ongure typen staan die je niet kunt vertrouwen. Ja, echt heel erg dope. Lone Town dus, jongens. Ook sowieso voor de bouwers hiervan. Shoutout naar jullie, dit is echt heel erg tof geworden. Dit is ook mijn eerste keer dat ik dit zie. En het is echt een hele bijdrage aan ja, de Kingdom Unava. Weer een heel vet dorpje, heel vet stadje in Unava. Ik hoop dat het er snel op komt te staan. Want ik heb er zin in om hier lekker rond te gaan lopen. Jongens, laat even weten wat jullie van Lone Town vinden. Knal vooral natuurlijk een like op deze video als je meer Unava Tours wilt zien. Ik ben weer blij om back te zijn in de game van YouTube. Voornamelijk dus in het weekend. Verwacht er natuurlijk niet al te veel van. Maar ik ga wel gewoon... als ik gewoon echt zin in heb, dan ga ik het gewoon lekker uploaden. Als jullie het niet leuk vinden, dan hebben jullie pech. Ik doe gewoon wat ik zelf wil. Ik vind het gewoon leuk om video's te uploaden die ik zelf leuk vind. Kijk, dat was voornamelijk laatst. Er zijn altijd echte trouwe NLG-fans die alles wat ik upload leuk vinden. Bijvoorbeeld die video met mijn vriendin vanuit Thailand, het eten proeven. Daar waren er wat comments onder van... Jamal... waarom upload je dit soort shit? Ga alleen Kingdom uploaden. We zijn niet geabonneerd voor dit, bla bla bla. En dan denk ik, ja jongens, weet je, uiteindelijk, YouTube draait gewoon om YouTube. Weet je wel, de you, de jij. Het gaat om jezelf wat je leuk vindt om te uploaden. En ja, als jullie het toevallig leuk vinden, dan is het hartstikke leuk. Als jullie het niet leuk vinden, ja, dan hebben jullie pech. Ja, zo weet ik nou helemaal. Maar ik weet dat er heel veel mensen zijn die NLG gewoon altijd supporten. En die het sowieso leuk vinden. Ook andere dingen dan alleen Kingdom. Dus dat is super tof. En dat komt sowieso vaak weer op NLG Minecraft. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Het is alweer 12 minuten lang hier in Lone Town. En tot de volgende keer, jongens. Bye bye. NLG Minecraft.